STVS presenteert. Van maandag tot en met vrijdag. Safari model dit van STVS. De straat. De straat. Dap a dinsdag 30 november di sutak na nga sikting paliboto pe de mo por dinsra na artis. Ma so ook to moro furu eigenlijk de artiste fu a tap si fu wi binnenland. Fu de ma bereik wa moro bigi do fu de ma apan beginning. Ma ook to make no for money in alibi makandra. Bika if you know a artis eigenlijk in mus libi wa pti so moro frey. En daarom utak ook to na nga a sikting a voorzitter a onder voorzitter. Ma so ook to master Edgar Sampi sa e por de yung wang. Voor de Madu Abu Wuroko in Alibi Makandra. Kugo Arki Eluku Sang de Habif Taki Morofara. Stichting Paliboto is een artiestische organisatie. We behartigen de belangen van de artiesten. En om welke artiesten gaat het specifiek? En waarom willen jullie deze groep helpen als het ware met hun belangen? Het gaat meer om de binnenlandse artiesten. En we zien dat ze echt, en hoe moet ik het zeggen? We willen voor ze opkomen. We zien dat ze iets in zich hebben, maar het schuilt achter ze. En dat willen we naar voren brengen. En waar we ze echt kunnen helpen, gaan wij daarvoor staan. En hebben artiesten zich al opgegeven bij de organisatie? Ja, een aantal bands hebben zich geregistreerd. Want we waren bezig met, eerst met registratie, we hadden gesprekken gevoerd met die artiesten. Ja, dus een aantal hebben zich al geregistreerd. En wat hebben die artiesten echt van jullie nodig als organisatie? Zo, het grootste probleem van de artiesten is het financieel gedeelte. Wanneer ze optredens moeten gaan doen, moeten ze heel veel kosten maken en zo. Dus dat is het grootste probleem van de artiesten. En jullie zijn vandaag officieel, jullie zijn bij de notaris geweest. In hoeverre kunnen jullie de artiesten verzekeren dat ze een toekomst hebben? Zo, alles heeft een begin en vandaag hebben wij hier getekend bij de notaris. En we beginnen hier beneden om naar de top te komen. Dus wij en de artiesten, dus wij staan er gereed voor om de artiesten te helpen. Zodat waar ze een achterstand hebben en iets dat ze willen bereiken, dat wij dan voor ze klaarstaan. En wanneer ze hulp nodig hebben, kunnen ze bij ons dan aankloppen. Is de vraag eigenlijk groot om toch wel die hulp te kunnen bieden? Ja, het is groot om die hulp te kunnen bieden. En daarvoor staan wij er. En natuurlijk, als er sponsoren zijn die willen aansluiten, die ons willen helpen. En wat financieel betreft en met een locatie, want we hebben nog geen locatie. Ons eigen centrum, dat we zelf een kantoor hebben. Dus al die dingen daar willen we hebben. Dus als er iemand er naar luistert en kijkt en zegt van hey, dit trekt me aan om de organisatie te joinen. Dus dan vragen we ze dan om hulp. Ik zie dat de organisatie alleen bestaat uit jonge mensen. Is daar ook een reden voor? Nou, dat het uit jonge mensen bestaat. Kijk, we zijn allemaal jongeren en wij als jongeren willen dan opkomen voor een ieder. Dus wij met die jongeren samen, met die anderen hun ideeën en onze idee bijeen, vormt één idee om iets goeds te kunnen doen voor de anderen. En als artiesten zijn in Suriname niet onmisbaar, ze gaan overal optreden. Is ook de bedoeling dat jullie met jullie organisatie de artiesten vanuit het binnenland naar een groter podium zouden kunnen aanbieden? Ik neem een voorbeeld bij Master Joe. Ieder kent hem, hij is internationaal bekend. Maar ja, als je hem ziet en is niet wat het wezen moet. Zo iemand moet je als R. Kelly zien in feite. Maar ja, dus wij zijn ervoor om op te komen voor de artiesten die echt, hoe moet ik het zeggen, die echt hier zijn naar boven te brengen en dat ze ook een miljonair kunnen worden in Suriname. Dus je praat over grote plannen, een miljonair worden, artiesten die een miljonair kunnen worden. Hoe gaan jullie dat daarnaast bewerkstelligen? Want er komt heel veel bij kijken. Jullie willen die man een groter podium geven. Gaan jullie iedere maand proberen die artiesten te promoten op de lokale tv-zenders en radiostations? Sandy is al ermee begonnen. En we hebben ook een Facebook-page en dat is Stichting Paliboto.
En elke week proberen we een artiest naar voren te brengen, zodat men kan achterhalen wie hij is en van waar hij afkomt en wat voor muziekstijl hij maakt. Eigenlijk op kaart, de artiesten op zijn sluit aan het in uw tong of uw carrière van een no, wat groep de noza ook officieel om ervoor te zorgen dat de belangen behartigd worden. Van hieruit en laat ik ze roepen wie dit ziet. En als je een artiest kent die misschien, misschien niet bekend is, maar je weet dat hij goed muziek maakt en zo, laat hij dan zich aansluiten bij de organisatie. Misschien als hij of zij aansluit, dat hij of zij ook iets kan bereiken in de toekomst. Hè? Want meestal wanneer je bezig bent met iets, het zit in je. Maar als je niemand hebt om je de push te geven om het naar buiten te stoten, kan niemand erachter komen. Dus wie misschien van muziek houdt en je maakt muziek en zo, maar ja, je wil wat ermee bereiken, sluit je aan bij de groep. En dat, maar in elkaar, dus maar kon ook die niet tongen toch wat in elkaar. Knap dat in elkaar de confide sluit de aan, want het gaat om die doelgroep die jullie willen bereiken. Vaak is zo uit een takai. Hier de boezekon de artiesten. Sade asana ku. En dan sama kalio tu. Takita be des bij mooi te be des leut de aan. Ai organisatie fu. Utampo aki zo da de fu sa cha de go. Afesi. Is on die de ke bereik. Be de des leut de aan. Ai groep fu. No de sita kita de go afesi. En de do i top tu. U die son de ke du. Grantangi. Meneer Sampi, eigenlijk goed de strak fasie. Vijf in een model voor de jongen, want de Opowa Stichting voor Jip de artiesten voor Tapsi, voor de maak op bereik van morgen hier top. Le kwam jongen, zag me uit het binnenland. Dat altijd mee vinden en mee knap naar alle beweging bakken. Zij gaan naar goede richting en in een richting voor de ontwikkeling. En in this case, naar Wang Groeba voor jongen. Zang teka initiatief voor Opowa Stichting voor kan opkomen. Gedeeld artiesten voor binnenland. Nou, positief zijn gingen. En meer de dames, dat nog veel mogelijkheden die voor ontwikkelen als sector. Vaar je als een jong stichting die zich voor Tjare Wakamoro varen? Misdrijf aan een artiest, maar zeker in een richting voor advies. Voor een soort passie en soort de mogelijkheden zijn er. Vooral in de overheidszijde. Zodat de passie zijn kan bewandelen voor kan behartigen. De belang voor de artiesten de van Oudu. Ook toe in de richting Evoluku naar DNA wetgevend macht. Dat kan een wet kan komen zijn specifiek over de artiesten. Artiesten beschermen voor de artiesten naar de nummer zijn de man en kon. En ook toe dat de man kan verdienen money naar zijn de man doe ook toe. Dus zeker in de richting dat die, dan mogen we altijd bakken als stichting. Je hebt de man dat als het gaat groeien, maar zeker ook de artiesten als je de straat in hoe is dat strana artiest apotheus? Wie speelt voor soort president Mark Mopo? Maar APC voor haar wetgeving on the break. Van je ook kaarten aan in DNA voor zorgen dat je nou de man moest kiezen, de man rechter voor dat je zo. Dat maar roepen de beste naar zo'n beweging. Voor kan zorgen dat je een wet dient in DNA, specifiek gede artiesten. Maar bij contact met Maroof is door aan tafel voor kan voordat aan tap tafrabaka. Luku zijn de mankementen zijn de in de wet. Dat kan ook wat tap tafra eten. Maar ook toe voor kan voor gesprekken naar de belangenorganisaties. Zeker zijn abit te maken naar Surinaamse cultuur. Dat de maken leveren de bijdrage ook toe en voor kan begrijp ook toe en besef dat de artiesten een belangrijk aspect binnen onze samenleving vooral te go abra boskopu. En een artiest, een poko muziek, kan ik me spelen hoe het leven. Dat ik me spelen, kon ik denken dat ik me nog een plek zelf moet moren. Of ik me nog een doel of zo niet. Maar ik me tot rust. Ja, dus ik wil gedeemang apprecies aan de man en verdienen in de samenleving. Dat wil je dat de man schrijft ook dan met mooie muziek. En dus de man schrijft kan jang voor asans aan de man edu. Hoe zit dat hier in Dubai dan Norma Santé en Masra Jason? Iduati de matak na nga buitenland sender en uye uko verstaan dat dis mabel lobatori. Dis na waride sa de ook tuye knap baka ondersteuning voor de jongwa disi. Ja, dus we gaan niet alleen unou luku usos op binnen Suriname wang, sana de mogelijkheden binnen Suriname, maar zeker ook to buiten Suriname. Omdat te stabiliseren bana srana, tak ala san fie wakabun, we begin leggen contact naar buitenland. Zijn er bijdragen aan de buitenlandse organisaties kan leveren als stichting, maar zeker naar de artiesten specifiek. Even ontdekken wat talent, zijn er de mogelijkheden die aan naar buitenland
Dat ik kan lopen, stage naar buitenland, met een boomnummer, gesluit, contact naar platenbedrijven naar buitenland, dat de artiesten kan je de straat. Dus alle de mogelijkheden dat je. Artiesten, meestal, we kiezen artiesten zijn in mijn like master job. Zijn de bezig bij jaren, zeker 30 jaar, allemaal de bezig met muziek, maar nooit allemaal op een piece grond voor landen. Zijn de mogelijkheden zijn ook al ook via landen, dat ik allemaal kies van piece grond, dat ik allemaal zo'n bigger maar in een strana samenleving, allemaal op een stabiel libi en pe, allemaal kan bouwen en toekomst, en ook toe en toekomst gede. Dus alle de team mogelijkheden dat je. Hoe zit dat in het buitenland, de artiesten kan met nog veel money voor ondersteunen, laten, maar ook toe ondersteunen, de mofinawang. Ik denk dat aan rechten dat je moet gaan voor zorgen dat de artiest met nog veel money voor man op een bedrijf voor smakken roken. Dat nou verlichten ook toe die overheid. Dat nou idee is dat je dit hebt. Je dit hebt alleen dan ga je denken dat je. Ja, dus op begin aan aspecten. Aspecten ook zorgen dat je met man op een rekening die aspecten. Dat alle dansjes aan de artiesten organiseren. Maar bepaalde bedrag ik moet voor zo'n show. Gaan naar Akasi voor aspecten. Dat ik was aan de moest organiseren bijvoorbeeld die. Buurtelijk even zeggen, kan je ook doen, hoe de poort maar op. Of kan je de jongeren organiseren, wat zijn de jongeren, of wat op zee, of wat voorlichting. Dus dat uit de kassie dat we voor een stukje financiën dat we gaan financieren zo'n project. En zo in een vorm dat we leveren, bijdragen ook toe. Nou, ontwikkelen voor akkoordelijk algemeen. Dus in een richting dat we denken. We zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van De Straat. We zijn morgen terug met een nieuwe aflevering. En Tamara na 1 december. One new day in a new moon. En in a more druk mufayari. Te komi Tamara Baka. De Straat. De STVS presenteert van maandag tot en met vrijdag. Zapade model dit van STVS. De Straat. Na mistra. Noa ogrine padago. E komoro ogrine. Giri ki palo. Destra.